Concert at Sea wordt op de vrijdagavond afgesloten door Golden Earring. Vandaag werd bekend dat de gitarist van Golden Earring, George Kooijmans, de Eddie Christiani Award 2012 ontvangt. Wij spraken net even met hem. Wat vind je ervan? Is het een eer? Een grote eer, ja. En mooi, ja. Ik vind het wel een goed... ik weet niet wie erop gekomen is, maar een mooi initiatief om dat te doen. Eddie Christiani is toch... De eerste, volgens mij, elektrische gitarist van Nederland. Ja. Dat is leuk. Ja, ik ben natuurlijk niet echt zo'n gitarist die technisch op een heel hoog niveau staat. Maar ik kan blijkbaar dus toch wel iets neerzetten met een eigen identiteit. Wat denk ik voor een hele hoop beginnende gitaristen ook interessant is. Omdat je niet altijd blijkbaar dus een geschoold technisch hoog niveau hoeft te hebben. En misschien ben ik daar de exponent van. Dat vind ik eigenlijk wel ook terecht. Ja, jullie zijn hier al vaker geweest. Hoe is het om op Concert at Sea te spelen? Nou, ik ben van vorige keer, ik denk dat het 2 jaar geleden is, maar ik eerlijk gezegd niet zeker meer. Ik vond het fantastisch. Het is natuurlijk een geweldige locatie, dus heel speciaal. We gaan naar een stuk of 4 nummers van de nieuwe CD doen, ja. Maar ja, we hebben natuurlijk ons repertoire, wat we toch ook een beetje moeten... We moeten ook nummers spelen die de mensen zeg maar, vanuit het verleden ook wel kennen. We hebben natuurlijk een enorm repertoire en daar gaan we een beetje uit putten. Maar een stuk of 4, 5 nummers van de nieuwe CD is zeker jammer. Daar zijn we ook zelf erg trots op. Rock and roll on the show, 45 miles to go in Tokyo.